ook aan de lijn. Oké. De heer Stefan Tsang, van de, lid van de Nationale Assemblée. Kunt u me horen? Bent u er? Ja hoor. Ja, goedemiddag. Ja, hoe is het met u? Ja, meneer Tsang. Ja. Hallo. Hoi. Met u? Ja, prima. Dank u. Dank u. En, we willen het even hebben over de OMO's, de open marktoperaties, want dat heeft geleid tot veel commotie, onrust en een heleboel mensen begrijpen niet precies wat er gebeurde of wat er gebeurd is. Dat er geld geleend werd tegen rentepercentages van 90% over een periode van 3 maanden, noem maar op. En dat er ontzettend veel geld in de Surinaamse samenleving gepompt is. Kunt u onze luisteraars uitleggen hoe die OMO's precies werken? Nou, hoe ze werken, hoe ze precies werken, dat kan ik je niet uitleggen. Maar hoe ze niet werken zoals het hier gebeurt. Ja. Gaat u gang. Nou, de bedoeling was, en het was een paradepaardje van deze regering. De bedoeling van de OMO's was om de wisselkoers te beteugelen. Of tenminste stabiel te houden. Enigszins zelfs om het te verlagen. En dat zouden ze doen door de overtollige SRD's die er in de samenleving zou zijn. Om die af te romen van de samenleving. Vandaar dat ze dan de banken hoge rentes gaven om te beleggen bij de centrale bank. Dus moet je zo zien. Ze willen giraal geld en gataal geld, SRD's. Ja. Die te veel is in de samenleving, van de samenleving weghalen. Zodat er niet genoeg SRD is om US dollars mee te kopen. Dat was de bedoeling, tenminste dat is de uitleg die ik heb gekregen van de centrale bank. Ja. En gangbaar is het zo dat bij de vorige regering zijn ook OMO's gegeven. Maar die zijn gegeven met rentes van 3-4%. Weet je wel? En met een looptijd van een jaar. En hier kregen we te horen een paar maanden en dan bij een rente van 80-90%. Dus ik had daar zoveel vraagtekens over, maar er werd nooit uitleg gegeven in het parlement. En dat was zo erg dat ik jaar ervoor, precies een jaar geleden eigenlijk, in maart, was er een behandeling van de wet anti-money laundering. Daar had ik ook al vragen over gesteld. Ik heb gezegd van hoe kan het dat eigenlijk de banken voor het niets doen. Hun geld wordt verdubbeld met 80-90% rente. Eigenlijk nagenoeg verdubbeld. En daarbij heb ik helemaal geen antwoord gekregen. Hoort u mij? Ja, ik hoor u. Ja. Ja, ik heb geen antwoord op gekregen. Meerdere instanties, zoals de VES, andere politieke partijen, de PALU, geloof ik. Meerdere mensen hebben daar zelfs vraagtekens over geplaatst. Ja. Maar als het goed is, nog de president, nog de minister voor de Financiën zijn op uw vragen ingegaan. Nee, sterker nog, de fractieleden van de coalitie, meneer Gayadin, heeft ook zelfs vragen over gesteld. Meerdere malen ook. En er is nooit een afdoend antwoord opgegeven en dat is eigenlijk afgewimpeld als wat zul je nou, het werkt, et cetera. Maar het punt is, het heeft nooit gewerkt. Een jaar geleden was die gecommitteerde rente al 1,8 miljard toen ik aan de bel trok. Ja. En heden vandaag is het al ruim 2,8 miljard. Dat is het. Dus, en het gaat om belastingcentjes, hè. Het gaat om de gelden van de mensen die echt letterlijk uit de mensen zijn geperst. Ja. En met al die maatregelen die er zijn, verhoogde dit, subsidies weghalen en al dat soort dingen. En dan geef je het eigenlijk klakloos weg aan de banken. Ik vind dat niet kunnen. Maar valt het niet onder friends and families dan? Want, nou kijk, wij hebben... Is het ondeskundigheid of is het bewust? Persoonlijk denk ik niet dat het ondeskundigheid is. Je moet wel heel erg dom zijn om zonder te weten. Ja. Die 80-90% te geven. En ik denk dat het een legale manier is van corruptie in de bankwereld. Ja. Ik zeg dat heel voorzichtig, want dadelijk hoor je dat ik weer word opgepakt. Maar het komt er dus op neer dat het kabinet niet transparant is, geen verantwoording aflegt in de Nationale Assemblée en dat het dualisme in Suriname eigenlijk niet functioneert. Het duale stelsel tussen het kabinet enerzijds en anderzijds het parlement. De trias politica functioneert niet. Wanneer je ziet dat zulke dingen aan de gang zijn, dan zeg ik waarom heeft de rechterlijke macht nog niet opgetreden. Wanneer je ziet dat, maar is daar ook aangifte gedaan bij het Openbaar Ministerie hierover? Van de OMO's in ieder geval nog niet.
Maar ik denk dat we dat binnenkort wel gaan doen. Kijk, we hebben meerdere zaken gehad, waaronder dat van meneer Pernoop en SLM. De rechterlijke macht had eigenlijk uit hoofde van haar functie al kunnen optreden. Dat van Nieuwsurfing, dat van APSG, Amshalve inderdaad. Had ze al kunnen optreden, maar we zien gewoon niks gebeuren. En dat vind ik wel heel erg. Terwijl er voor een camera, waar de VP... Ja, ik weet het. Naar hun zeggen. Dus ja. Opdracht heeft gegeven om te vernietigen, wordt die man gelijk opgesloten zonder contact met zijn advocaat en al dat soort dingen. Wat eigenlijk ook onwettelijk is, omdat hij eigenlijk via DNA ook in staat van beschuldiging zou moeten zijn gesteld. Ja. Maar daarvoor is hij wel een maand opgesloten geweest. En zo heb je nog veel meer van dit soort voorbeelden. Ik vind dat de rechterlijke macht selectief, politiek selectief vervolgt. En dat is mijn inziens, voordat ik word opgepakt. We hebben destijds de voormalige VP uitgenodigd om zijn verhaal te doen bij ons, maar hij heeft daar niet op gereageerd. Maar gaat u verder? Oh. Kijk, ik zal hem even dat vragen om te doen. Maar kijk, wat betreft de homo's, wanneer het parlement al een jaar lang vragen heeft gesteld daarover, wanneer de fractieleider van de coalitie zelfs heeft gezegd, heeft letterlijk in DNA gezegd, dat een bepaalde bank de hoogte van de rente van de homo's bepaalt, dan zou je toch op zijn minst een onderzoek moeten doen. En wat hebben we gezien? De president komt weer met een presidentiële onderzoekscommissie. En die heeft in december vorig jaar heeft die verslag uitgebracht. En de huidige minister van Financiën, die zat ook in die commissie. En omdat hij minister is geworden, heeft hij zich uit die commissie, heeft hij de commissie bedankt. Maar het rapport was al af. Het rapport is 1 december is uitgebracht. En niet uitgebracht publiekelijk, maar gegeven aan de president. Dus in dat rapport staat ook nog letterlijk dat de 80-90% rentes op geen enkele, en ik zeg letterlijk dat staat erin, op geen enkele economische wijze te verklaren is. Ben ik dat eens? Wat doe je als president wanneer je zo'n rapport krijgt? Dan ga je natuurlijk een strafrechtelijk onderzoek laten uitvoeren. Maar nee, we zien dat niet. En hij laat de homo's nog doorgaan. De OMO's gaan nu door. De gecommitteerde rente op dit moment is ruim 2,8 miljard SAD. Dus de vraag die ik wilde stellen, maar ik kreeg daar de gelegenheid niet toe, is: gaat de president nog mee door? Want we hebben nog steeds geen duidelijkheid gekregen over de OMO. Gaat hij ermee door of gaat hij het stoppen? Als hij ermee doorgaat, dan betekent dat hij eigenlijk nog steeds de belastingcentjes gaat weggeven aan de banken. Ja. Als hij gaat stoppen, dan betekent het dat er 2,8 miljard SRD extra van die rente in de samenleving gaat komen. Wat gaat er dan gebeuren met de wisselkoers? Dus ik heb zoveel vragen, maar we worden daar... Maar heeft u wel spreektijd in in de Nationale Assemblée om al die vragen te stellen of te mogen stellen? Nou, bij lange na niet. Er wordt misbruik gemaakt van de meerderheid, waarbij dan spreektijden worden afgesproken. En dan met het stemmen, dan stemmen ze natuurlijk voor het minste wat je kan krijgen. Ja, maar ga je gang. De nieuwe minister van Financiën, Sally Ragubasing. Is dat geen nieuwe wind die er waait, merkbaar, of... Nou, ik moet zeggen, hij is wel heel, heel toenaderend. Alleen, ik moet constateren dat het alleen bij het zeggen is. Maar bij het handelen heb ik dat niet gezien. Dus, eerlijk gezegd, ik ben teleurgesteld in de nieuwe minister. Ja, dus hij doet toezeggingen die hij bijvoorbeeld niet nakomt. Of, dat zijn dan halve toezeggingen. Wanneer we informatie zouden krijgen over de OMO's, dan krijg je maar halve informatie. En ik ben blij dat de fractieleider van de overzijde duidelijk heeft gesteld dat de minister geen loopje moet nemen met ons. Ja. En dat hij duidelijk moet aangeven wie allemaal hebben meegedaan, voor hoeveel rentes en al dat soort dingen. Ja, ja. Maar dat is nog, de positie is nog van de zijde, hè? Ja, de OMO is...
Gaat u gang, gaat u gang. De OMO is lang niet alles. Wat ik een jaar geleden ook heb gevraagd is, is een overzicht van alle valutatransacties. Want een jaar geleden hebben heel veel ondernemers, eigenlijk friends and family, hebben vergunningen gekregen van de deviezencommissie om met miljoenen euro naar Miami te gaan om te wisselen voor US dollars. Omdat daar de wisselkoers veel gunstiger was. In Suriname was de euro en de US dollar 1 op 1. Terwijl dat overal in de rest van de wereld 1 op 1.1 of 1.5 zou zijn. En hebben heel veel mensen hebben een vergunning gekregen van de deviezencommissie om met miljoenen weg te gaan. En het ging om bedragen van 15 miljoen euro per maand in totaal. Dus ik heb daar vragen over gesteld. De vorige minister van Financiën heeft dat wat antwoord opgegeven. Maar daarna hebben we niks meer gehoord. Dus het is zorgwekkend. Want dit wijst alleen eigenlijk allemaal op corruptie en witwassen. Ja, als we kijken naar de positie van de centrale bank. Het is net alsof de centrale bank onder curatele gesteld is of vleugellam gemaakt is. Ik vraag me af, waar gaan al die extra inkomsten, de royalties, de dividenden, de valuta inkomsten naartoe? Gaan ze naar de centrale bank of zijn er andere... Nou, dat vragen wij constant in het parlement. Als u de fractieleider van de NDP heeft gevolgd, heeft meermalen gevraagd waar die gelden naartoe gaan. Want we begrepen dat bepaalde gelden dan in fondsen terechtkomen. Welke fondsen zijn dat? De winsten van staatsolie gaan die rechtstreeks naar de oliemaatschappijen om te verkopen of gaan ze echt naar de centrale bank. En de retentiedollars. Wij hadden toen de valutawet geïntroduceerd. Die is op alle mogelijke manieren dat gesaboteerd, getorpedeerd door de huidige regering. En mensen hebben de valutawet zodanig zwart gemaakt dat de burgers bang werden voor de valutawet. Maar dat waren allemaal eigenlijk leugens. Van nu dezelfde maatregelen, die proberen ze nu uit te voeren. En ze voeren dat ook halfslachtig uit. Want wanneer ik kijk naar de retentiedollars, dat staat letterlijk in de valutawet. Maar de valutawet zei dat de retentiedollars terug moesten naar de centrale bank. Niet naar de private banken. En dat is wat zij nu doen. Ze verrijken de private banken met de retentiedollars. Wanneer je centrale bank niet genoeg dollars hebt, maar alle dollars liggen bij de cambio's en de particuliere banken, dan heb je als centrale bank alleen een administratieve functie voor de hoogte van de wisselkoers. Je kan helemaal geen invloed uitoefenen op de wisselkoers, want je hebt die valuta niet. Ja, precies. Ja. En de verslagen van de centrale bank komen ook niet regelmatig uit? Nee. We hebben laatste statistieken van 2019 gehad. En daaruit hebben we duidelijk kunnen zien dat deze regering... ik moet zeggen de statistieken van 21 en 22. Dat deze regering in 2 jaar tijd 11 miljard SAD heeft gepompt in de samenleving. En dan vraagt ze zich af waarom de wisselkoers zo duidelijk omhoog is gegaan van 21,50 naar 37, bijna 40 nu. Het is toch 43 op dit moment? Nou, dat weet ik heb het niet gevolgd, maar als je dat zegt, dan geloof ik dat wel. Maar in ieder geval, als je 11 miljard SAD in 2 jaar tijd in de samenleving komt, dan is dat de hoofdreden waarom de wisselkoers zo'n vlucht neemt. Ja. En daartegen staat er helemaal geen productie. Dat is ook zo'n punt, ja. En dan zitten we in DNA en dan wordt er alsmaar de vinger gewezen naar de vorige regering. Dan wordt er de vinger gewezen naar de centrale bank. Dan wordt er de vinger gewezen naar de ondernemers, want daarom moesten de winstmarges van de ondernemers omlaag. Maar die kunnen er ook niks aan doen, die zijn ook burgers en die zitten ook in die economische beleid. En wat doe je dan? Wanneer je winstmarges van de ondernemers omlaag gaat brengen, dan ben je eigenlijk bezig om de KMO kapot te maken. Dat klopt. En de KMO heb je juist nodig in een economische crisis. Ja. En dan heeft de president ook nog afgekondigd, dat de banken geen kredieten moeten verlenen aan particulieren. Wat wil je dan daarmee bereiken? Dus de ondernemers moeten ook geen kredieten meer krijgen. Hij, het schijnt dat hij het economisch leven wil stilleggen zonder dat hij het begrijpt.
Nee, dat idee heb ik ook. Hij heeft denk ik... Helemaal wegvalt. Ja, ja. Ik weet niet wie hem adviseert, maar... Ik vind het wel zorgwekkend. Ik vind het zorgwekkend. Meneer Tsang, bent u op de hoogte van het baggerproject in de Suriname rivier? Nou, op dit moment niet, maar ik wist dat in een tender was gegeven aan een Chinees bedrijf. Dat klopt, er was 7 miljoen US dollar betaald. Ja, en uiteindelijk toen deze regering aan de macht kwam, hebben ze dat contract opgebroken. Opgezegd, 7 miljoen dollar kwijt, US dollar kwijt. Ja. En ze hebben dat bedrijf ingeruild voor een Nederlands bedrijf, Boskalis. Ik weet niet of het Boskalis is, ik dacht de boer of zo. De boer en Boskalis, zoiets. Maar die Chinese maatschappij zou 26 keer meer volume uit de Suriname rivier halen, modder en slip en noem maar op, dan het Nederlands bedrijf. Zo zijn er veel meer van dit soort En er zou voor 5,5 meter worden uitgediept, maar ja, wat er dus nu gebeurd is, het is een, geloof ik, 500 000 kilo, kilo gaat men uitbaggeren, ik bedoel, en dat andere bedrijf had zo 13 miljoen kilo uitbaggeren. Het is belachelijk wat er gebeurd is, hoor. Ik vind het verspilling van gemeenschapsgeld. Oh, absoluut. We hebben ook vragen gesteld daarover, ook over de brug over de quarantaine, waar we nog steeds geen informatie over hebben gekregen. En eigenlijk, wanneer je hoort dat er toiletten worden gebouwd in Nigeria voor 500 000 SFB, dan vraag je af wat er nou gebeurt. De volksgezondheid ligt echt op zijn gat. Maar de minister heeft wel 11 miljoen euro om een nieuwbouw te maken voor zijn ministerie. Dan vraag je af, hey, wat is de bedoeling? Is het omdat de aannemers moeten overleven? Ja. Of is het alweer het volk moet overleven? Ja. Maar aan het kantoor heeft het volk weinig of niets. Je moet vooral in de uitvoering bezig zijn en de ziekenhuizen faciliteren. Dus nee, waarschijnlijk zijn er 1 of 2 vriendjes weer die geaccommodeerd moeten worden bij de uitbesteding van het bedrag. En wanneer je vragen stelt in DNA, word je dan afgehamerd of er wordt gezegd dat we jaloers zijn of dat soort grappen. Maar ja, ik hoop dat het volk echt doorheeft wat er gebeurt. De heer Brunswijk die gaf aan, Ronnie Brunswijk gaf aan dat... dat zijn ministerraad, hij gaf aan dat er iedere keer een regeringsraad is en dat zijn ministerraad eigenlijk onder curatele gesteld is. Nou ja, kijk, het heeft ook te maken met hoe je je opstelt als vicepresident. Ik denk dat je genoeg tools hebt als vicepresident om daar krachtig en als coalitiepartner krachtig tegen te protesteren indien je daar niet mee eens bent. En wanneer de ABOP ook nog... De voorzitterschap hier van DNA, dan heb je meer dan genoeg tools om bepaalde dingen af te dwingen. En dan moet je maar niet steeds gaan verschuilen achter de voet, waarbij je de staat vasthoudt. Maar je moet echt bij de horens vatten. Meneer Tsang, een vraagje, hè? Want u maakt deel uit van de oppositie. Voeren de oppositiepartijen en de coalitiepartijen, hebben zij geen overleg? Is er geen fractievoorzittersoverleg in de Nationale Assemblée, waarbij men toch bepaalde zaken bespreekt om te komen tot oplossingen voor het land en voor het volk? Ja, Want ik heb zoiets van, met partijpolitiek gaat men het niet redden. Je moet partijpolitiek overstijgen, wil je het nationaal belang dienen. En de vraag is natuurlijk, het roer moet om, maar hoe en wanneer? Ja, kijk, het probleem eigenlijk is dat op 17 februari hebben we gezien, het volk is op straat gekomen. Vanwege de ontevredenheid, vanwege het feit dat ze helemaal niet uitkomen. Mensen hebben gewoon niet te eten. Dat is het grote probleem. Maar die problemen waarmee de mensen op straat zijn gekomen, die zijn absoluut niet aangepakt. Het enige wat de regering heeft gedaan, is de mensen bang maken om weer op straat te gaan. Dat zijn de enige maatregelen die ik heb gezien. De maatregelen van een 1800 koopkrachtversterking en al dat soort dingen, dat is steeds beloofd, maar de mensen hebben nog steeds de gelden niet gehad. En nu hebben we gezien dat de verpleegkundigen zijn gaan staken. Er is nu ook weer toegezegd dat 3 ziekenhuizen het geld weer gaan krijgen.
Maar ik vraag me echt in gemoede af wanneer ze dat gaan krijgen. Steeds weer een wasje voorhouden en dan de mensen zoek houden. Daarmee. Ik denk dat er op een gegeven moment... Kijk, zoals ik zeg, geen van de maatregelen waarmee de mensen toen op straat zijn gekomen zijn aangepakt. De situatie is eigenlijk alleen maar erger geworden. Toen de mensen op straat gingen was de minimumloon net gezet op 30. Alleen het minimumloon werd juist teruggedraaid. Ze zouden gaan naar een 37 per uur. En één dag voor die acties is dat teruggedraaid naar 20 SRD. En de benzineprijs was toen, dacht ik, 30 SRD. Nu hebben we dezelfde situatie. Het minimumloon is nu opgerekt naar 30, maar de benzineprijs is alweer bijna 45. Dus anderhalf keer meer dan het minimumloon. Dus al die dingen die ze toen hadden gedaan, zijn nu alweer achterhaald. De armoedegrens van 6.000, of 6.500, ik hou me dat ten goede. De mensen die daaronder zouden verdienen, zouden die 1.800 krijgen. Maar wat doe je met mensen die een 7.000 zouden, die 7.000 ontvangen? Die komen hier niet voor in aanmerking voor die 1.800. Dat is een verschil van 500 SRD, waardoor ze eigenlijk 1.800 mislopen. En die mensen komen eigenlijk ook al helemaal niet uit. Dus ik denk dat al deze grenzen, belastingsgeven, die zijn alweer zodanig achterhaald, dat het helemaal geen zin heeft. Dus als ze zo door aanmodderen, dan ben ik bang dat er weer een actie gaat komen. Maar hoe moet het verder? Wat zou de oplossing moeten zijn in uw beleving, in uw zienswijze? Nou, ik denk in ieder geval op dit moment zou ik alle luxe importen stopzetten. Tweedehandse auto's en al dat soort dingen die behoorlijk wat valuta trekken. En eigenlijk zoals de valutawet die zij hebben laten opschorten, dat weer introduceren. Dan krijgt de centrale bank in ieder geval weer die grip op de valuta. En dan kun je daarmee in ieder geval een start maken. Dus je zou dus in ieder geval een groot deel van de importen willen opschorten? Nou, tijdelijk. Niet opschorten voor, je moet een plan hebben van, je hebt zoveel miljoen US dollar nodig en we gaan het misschien voor 6 maanden stopzetten. Voor 6 maanden geen tv's, grote flat screens en dat soort dingen. Er is nog een voorraad in Suriname. Laat dat even voor wat het is. Laten we even focussen op de medicijnen, de basisgoederen en dat soort dingen. En dan kunnen we verder gaan door retentiedollars. Wanneer de retentiedollars komen en die minister bepaalt, of de deviezencommissie, ik weet het niet wie allemaal bepalen, naar wie de dollars gaan, dan zeg ik later een beetje transparantie komen. Het moet niet zo zijn dat alleen family and friends importeurs die US dollars krijgen. Je hebt mensen die aannemers zijn en ineens voedselimporteurs zijn geworden. En ik heb begrepen dat die zelfs meer US dollars krijgen dan normale importeurs. Dus laten we die transparantie eindelijk krijgen, zoals het is beloofd. En dan kunnen we in ieder geval verder. Maar nu worden er helemaal geen maatregelen getroffen. En de belastinginkomsten moeten drastisch omhoog. Ja. Het volk is al uitgeknepen. Volk leidt honger. Haal het bij de kleinschalige goudmijnbouw. Precies. In hun eigen herstelplan staat dat die royalties moesten omhoog gaan van 3 punt zoveel naar een 7 punt zoveel. Ja. Maar in plaats van naar een 7 te gaan, gaan ze naar een 4 of een 4.5. En dan halen ze de rest bij de bevolking. Precies. Maar is het niet... Het is onafvolgbaar dat Santokki Ronnie Brunswijk heeft aangesteld als hoofd tot hoofd van die commissie herstructurering goudsector of zoiets. Dat denk ik van... Ja, daar is een behoorlijke belangenverstrengeling. En wanneer is... Ja. Nou kijk, wettelijk kan dat misschien. Mm-hmm. Maar ik denk niet dat dat comfortabel is. Dat is één. En door de anticorruptie wet kan. Die man heeft verschillende petten op dan. Hij is dan vicepresident. Hij is een groot exploitant. En tegelijkertijd moet hij als voorzitter van de commissie sturing geven aan het proces.
Kijk, wanneer de vicepresident op het podium stapels en stapels met 100 US dollar biljetten kan uitdelen, dan zeg ik, Belastingdienst gaat daar kijken. Ja. In plaats van dat je het weer bij het volk haalt. Hoe simpel is dat? Ja. Duidelijk. Meneer Tsang, we naderen zo langzaam aan het einde van het interview. Heeft u nog een boodschap voor onze luisteraars in Nederland en in Suriname? Nou, de boodschap die ik wil geven hier aan Nederlanders die luisteren, is dat je niet uit moet gaan op alles wat de media zegt. En ik denk dat er heel veel anti-Bouterse in ieder geval nieuws wordt verspreid. En ik weet niet in hoeverre de mensen bekend zijn met wat er nu in Suriname gebeurt. Maar ik denk dat deze regering in ieder geval de dictator zijn waar zij de vorige regering van hebben beschuldigd. En ik vraag dat een ieder niet klakkeloos moet gaan napraten, maar er zijn feiten. De documenten zijn er van de Centrale Bank van IMF en al dat soort dingen. Dus vergewis je van wat er eigenlijk gebeurt, in plaats van dat we deze regering gaan napraten. Dank u wel, meneer Tsang, voor dit interview. Ja, heel bedankt. Ja, dank u wel. We komen ook in de toekomst, in de nabije toekomst, weer bij u terug. Dank u wel dat u onze luisteraars hebt bijgepraat en geïnformeerd hebt over de jongste ontwikkelingen op een aantal terreinen in Suriname. Dank u wel. Heel bedankt. Graag gedaan. Hele fijne dag. Ja.